Victor Brandt, de doorgewinterde presentator met meer dan een paar decennia ervaring in de televisiewereld, heeft zijn sporen verdiend in programma's als MR Frank Visser doet uitspraak. Maar ondanks zijn betrokkenheid bij het oplossen van heftige burenruzies, koestert Victor nog grotere dromen. In een openhartig gesprek met Libelle onthult de 53-jarige presentator zijn verlangen naar een nieuwe uitdaging. Ik zou het geweldig vinden om een kijkje te nemen in de wereld van topsporters zoals Roger Federer of Lionel Messi, deelt Victor enthousiast mee. Als een ware sportgek die alles volgt wat met voetbal en tennis te maken heeft, ambieert hij een programma à la iphonieën, waarin hij iconen uit de sportwereld persoonlijk ontmoet. Het lijkt me fantastisch om langs te gaan bij tennissers zoals Roger Federer of om aan te bellen bij voetballer Lionel Messi met de vraag of ik zijn indrukwekkende autocollectie mag bewonderen, voegt Victor toe. Zijn ogen twinkelen bij het idee. Uiteraard beseft Victor dat de realisatie van zo'n ambitieus programma niet goedkoop is. De producent ziet me al aankomen, grapt de presentator over de financiële uitdagingen die zo'n project met zich meebrengt. Maar onverminderd blijft zijn droom levendig. Mocht de televisieavontuur met sporticonen onverhoopt niet plaatsvinden, deelt Victor een andere droom met zijn partner André. Samen zouden ze graag een sfeervol oud hotelletje runnen ergens in het zonnige Spanje, een land waar Victor een bijzondere affiniteit mee heeft. Het lijkt me fantastisch om op een Spaanse berg te wonen, omringd door de rust, met een ezel en opvanghonden, mijmert Victor. Maar voordat deze droom werkelijkheid wordt, wil hij nog veel van de wereld zien. Wanneer Victor overweegt te emigreren, blijft nog onzeker. Ik had niet verwacht dat ik zo lang actief zou zijn in de televisiewereld. Meestal wordt je rond je vijftigste als presentator aan de kant geschoven, reflecteert hij. Gelukkig is dit niet het geval voor Victor, die zijn werk nog steeds met veel plezier en enthousiasme vervult. Zijn toekomst is gevuld met mogelijkheden, of het nu een ontmoeting met sportlegendes op het scherm is of het runnen van een idyllisch hotel in het hart van Spanje.